te dragen. Bij die maalrusters worden het massief dieren en van 6 meter diep dan. In 1896 wordt alles opgelegd. Het fort is ongekend modern met 4 makkelijk wendbare zware kanonnen in de toekomst. Licht kustgeschut aan de landzijde en overal zware stalen panzergranaten. Elk vijandelijk schip kan tot een van 800 meter afstand beschoten worden. Tussen 1914 en 1918 is het fort op de dienst. Een compagnie panzerfortartillerie met 216 soldaten wacht hier op een vijand die er nooit komt. De Eerste Wereldoorlog gaat erbij. Dan breken andere tijden aan. Nieuwe techniek, vliegtuigen. Betere wapens. In 1932 is de afsluitdijk klaar en verandert de open Zuiderzee in een gesloten IJsselmeer. Daarmee is elke militaire noodzaak voor het forteiland compleet verdwenen. Een jaar later trekt Harm Albert als laatste fortwachter de deur achter zich dicht. Pampers wordt verboden militair terrein. Af en toe zie je een veldwachter, soms een handvol soldaten op oefening. In de Tweede Wereldoorlog kwamen Duitse bezetters een afluisterpost op het fort. Maar de bommenwerpers die ze weer vonden, vliegen langs helemaal andere routes. Dus wordt de post al snel opgegeven. Bij hun vertrek ontmantelen de Duitsers het fort. Ze nemen al het staal mee en de kanon. De kroonfabrieken maken een nieuw wapenstok. Zo eindigen de Pampers kanonnen in dezelfde fabriek. Na de oorlog gaat de afdaging verder. Bijna alles van hout wordt gesloopt en afgevoerd. Planken en balken, vloeren en kozijnen. Veel verdwijnt in kachels en fornuizen. De Marekruidfabriek maakt bommen en granaten onschadelijk op het talud. Vandalen komen en gaan. Kef die verschijnt. Studenten bezetten het Fort-eiland. Als je hier nu gaat, is de puinhoop verdwenen. De afgelopen 20 jaar heeft de stichting Forteiland Pampers het eiland weer toegankelijk gemaakt en geconserveerd. Er wordt weer een fortwachter. Je kunt overal wat zien en beleven. En hier in het Pinkfort ontdek je wat het Forteiland zo bijzonder maakt. Zo heeft Pampers een nieuwe toekomst. Ga ervoor. De kracht van Pampers gaat nooit verloren. In de hoofdstad Amsterdam tegen aanval over het water van de Zuiderzee. Uit de zwaar bepanzerde geschutskoepel kun je kanonnen afvuren als een vijand. Kilometers ver. Met projectielen die een doorsnee hebben van een basketbal. Of dat nodig is? Ja, zeker weten. Rond 1870 scheelt het niets of er breekt hier oorlog uit. Op deze plek, voor de monding van het IJ. Wordt daarom het Forteiland aangelegd. Als een van de vele sterke schakels in de stelling van Amsterdam. Als de complete stelling er in 1900 ligt, is dat zo ongeveer het modernste verdedigingswerk in de wereld. In een kring rond Amsterdam vind je overal forten, batterijen en verdedigingswerken. Kijk hier. Overal zie je de stelling. En nergens. Soms een beetje. En vaak zie je de stelling wel, maar weet je niet dat je er naar kijkt. Half verscholen bouwwerken, pakhuizen, gebouwen waar niemand van weet dat ze bij de stelling horen. De hoofdstad wordt beschermd door in totaal 36 forten, 2 kustforten, de vestingsteden Muiden en Weesp. 3 batterijen en 3 kustbatterijen en talloze waterwerken. De stelling van Amsterdam, een hypermoderne verdedigingslinie. Met een wapen dat elke vijand kan tegenhouden. Het wapen dat Holland al vanaf de middeleeuwen gebruikt. Water, maar dan heel, heel veel water. Water, water, water en nog eens water. Water is er immers overal hier in de Lage Landen. Grote rivieren, tientallen kleine riviertjes, plassen, vennen, kerken.
beken en moerassen, sloten en binnenmeren, maar ook de Noordzee, de Waddenzee, de Zuiderzee. Gretige watermassa's, altijd op de loer om het land bij stormvloed overstromen. Door de eeuwen heen vechten de Hollanders met het water. En ze winnen het. Overstromingen worden voorkomen, nieuw land wordt veroverd. Er komen gemalen, sluizen, dijken, sloten en kanalen. Waterschappen regelen de stand van het water. Zo houdt Holland de voeten droog. Maar voeten kun je ook nat maken, heel erg nat. Als de vijand opruimt met paarden en kanonnen, brengen de Hollanders hele legers tot staan door het polderland onder water te zetten. Inundatie heet dat. De strategie van de waterlieden. Spaanse troepen worden rond 1573 bij Alkmaar door het water verslagen. De dijken worden doorgestoken bij het ontzet van Leiden. Begin 17e eeuw wordt de Hollandse waterlinie opgetrokken tussen de Zuiderzee en de Lek rondom de steden van Holland. Als later ook de stad Utrecht erbij komt, wordt dit de nieuwe Hollandse waterlinie. De waterlinies worden zwaar op de proef gesteld. In het rampjaar 1672 verklaart Frankrijk de Republiek der Nederlanden de oorlog. Legers rukken op. Steden als Zutphen, Kampen en Coevorden geven zich over. Maar in Holland komen de Fransen niet verder. Langs de Hollandse waterlinie staan de polders onder water. Rond 1870 zijn de tijden veranderd. De stoommachine is uitgevonden. De eerste treinen rijden met regelmaat. De zware industrie draait op volle toeren. De bevolking in de steden groeit en groeit. En aan alle kanten in Europa dreigt er oorlog. Landen als Oostenrijk, Hongarije en Rusland zoeken naar macht. Het bloeit op de Balkan. En waar de Fransen hun invloed verliezen, bundelen vooral Duitse staten hun krachten. De oorlogsdreiging is groter dan ooit. Ook al omdat er andere wapens zijn uitgevonden, snel vuurend geschud. Grote afstand vernietigende projectielen moeten afschieten. De Frans-Duitse oorlog blijkt in 1870 de voorbode van een bijna onontkoombare wereldbrand. Ook Nederland brengt het leger in paraatheid. Gelukkig gaat de oorlog aan ons land voorbij, maar de paniek blijft. De oorlogsdreiging heeft één ding heel erg duidelijk gemaakt. De verdediging van Nederland is volstrekt uit de tijd. Dat vraagt om versterking en een nieuw verdedigingsplan. Met moderne materieel, effectievere bewapening en een eigentijdse strategie. En dat plan, dat komt er. Na veel overleg tussen de strategen van het ministerie van Oorlog tekent koning Willem III op 18 april 1874 de Vestingwet. Voluit gezegd, de wet tot regeling en voltooiing van het vestingstelsel. Het verdedigingsplan van Nederland wordt grondig aangepakt. Met de nieuwste bouwtechnieken, de sterkste forten, de modernste wapens. En vooral met de strategie die past bij de tijd. En daarin staat Amsterdam centraal. De hoofdstad wordt bij wet tot nationaal retreat verklaard. Dat is zoveel als de terugtrekplek. Bij een niet te stoppen invasie zullen het leger en de regering zich in en rond de hoofdstad terugtrekken. Op 15 kilometer van het centrum wordt dan een waterlinie opgetrokken. Stukken land die in korte tijd vol kunnen lopen. Rondom de stad komt een aaneengesloten kring inundatiestations. Als verbindingsgroepen het bevel tot onder water zetten doorgeven, weet elke soldaat in een mum van tijd wat om te doen staat. Overal gaan sluizen open, dammen verdwijnen en dijken worden doorgestoken. Met militaire precisie loopt de brede stroken land onder, aansluitend op het water dat er al is in rivieren, meren en moerasgebieden. Binnen één dag kan de buitenring van de linie zo'n halve meter diep onder water liggen. Nou, daar komt geen vijand met paard of kanon doorheen. En ook niet met een klein bootje. Want overal staan soldaten paraat.
met het nieuwste geschut, de modernste wapens en de zwaarste kanonnen. Er zijn wel een paar plekken waar je kunt oversteken, de accespunten. Maar juist daar plannen de ingenieurs van de genie de stevigste forten en verdedigingswerken. En ook de vestingsteden in de stelling worden extra versterkt. Voor de zuiderzeezijde van Amsterdam komt er een veel groter plan. Midden in het open water, recht voor de toegang tot het IJ, verrijst het forteiland Campus. Aan alles is gedacht wat maar van belang is bij een beleg. Het gebied tussen de waterlinie en de stad wordt boerenland, waar het vee graast en het graan groeit. Overal in de stad komen opslagplaatsen voor voedsel en wapens. En er worden kazernes en hospitalen gebouwd. In de buitenste ring van de stelling geldt de zogeheten kringwet. Het schootsveld voor de soldaten moet vrij blijven. Daar mag dus niemand iets bouwen, met één uitzondering. Kijk maar eens goed. Hier en daar zie je een houten huis staan. Dat mag wel. Maar als bewoner weet je waar je aan toe bent. Als er oorlog komt, zal de artillerie nog voor de eerste aanval het hele huis met één kanonschot aan flarden schieten. En zo komt het schootsveld dus toch in vrij. 100 jaar geleden kon Nederland met de stelling van Amsterdam de hele wereld aan. Elke vijand die met kanonnen en paarden ten aanval trok. De tijden die veranderen. En ook paarden en kanonnen. Kijk straks met andere ogen en ontdek de stelling van Amsterdam. Dan zie je een groot bouwkundig militair meesterwerk. Een wonder van de tijd dat zich kan meten met de grootste monumenten. De stelling van Amsterdam staat dan ook volkomen terecht op de lijst van het werelderfgoed. En wij gaan verder. Gaat u maar even. Volg jij de hele golf vliegt in de lucht. Als soldaat hou je jezelf daarom goed aan de regels en je draagt witte kleding en houten schoenen. Gevulde projectielen gaan naar de 4 grote pampuskanonnen, hierboven in de geschutskoepels. Ze worden voorzichtig naar boven gebracht. Elk kanon kan meer soorten projectielen afschieten. Een gietijzeren kartetsbus, een stalen kartetsgranaat of een zware panzergranaat van 216 kilo die elk schip tot zinken brengt. Een kanon afschieten is een vakwerk. De loop moet exact in de goede richting wijzen en de elevatie moet precies kloppen, de hellingshoek die nodig is om de juiste afstand te halen. Oefen dat thuis maar eens, met water uit de tuinslang. Hoe rechter je vooruit spuit, des te verder komt het water. Spuit je recht omhoog, dan landt het water op je eigen hoofd. Straks laden de kanoniers het kanon met een door ons gevulde projectiel en met daarachter 2 cartouchen. Dan stoppen ze het pampushoutje tussen de tanden. Je zou anders van de schrik je eigen tong door midden bijten als het kanon afgaat. En dan... Door de gasdruk van de cartouchen vliegt ons projectiel op topsnelheid uit de loop. De slingergroeven in de loop zorgen bovendien dat het supersnel om de eigen as draait. Dat zorgt voor schotkracht en precisie. Zo kan ons projectiel tot wel 8 kilometer ver een doel raken. En bij de inslag ontploft de kruidvulling die er hierin hebt gestopt. Na elk schot is het kanon gloeiend heet. Het duurt wel 6 minuten voor je weer een schot kunt lossen. Tijd genoeg om samen een paar projectielen te vullen. Ja, en de loop schoonmaken. En recht hierboven staat altijd een soldaat op wacht.
in een kleine hefhandel die net boven het dak kan worden opgetild. Als er gevaar dreigt, is dat hieronder direct te horen. Via de 7 spreekbuizen die je voor je ziet, kan de commandant bij een aanval direct zijn orders uitdelen naar de belangrijkste posten in het fort. De kanoniers in de torens, de kanoniers aan de landzijde, de soldaten bij de zoeklichtruimtes, de machinisten in de dynamokamer. Waarom geen telefoon? Nou, die werkt niet als er stroom uitvalt. Een spreekbuis, die werkt altijd. Als je aan de ene kant praat, hoor je aan de andere kant precies wat er gezegd wordt. Nou ja, dan moet je natuurlijk wel eerst een signaal geven. Daarom zit er aan 2 kanten een fluitje. Als je dat hoort, open je aan jouw kant een spreekbuis. En dan kun je met elkaar praten. Koppeloos, verzoek de stemming brengen. En dan de commandant, open het fort. Wat dacht je van een kleine oefening? Met de spreekbuizen hier in de commandoruimte. Speel het spel met de spreekbuizen.